Goedemorgen, het is vandaag maandag 6 oktober en het is 6 uur 's ochtends. Het is heel erg vroeg, maar ik ga nu opstaan omdat ik heel veel afspraken heb staan vandaag. En het leek me wel weer leuk om vandaag te gaan vloggen, omdat ik dat best wel lange tijd niet heb gedaan. En ik vandaag gewoon heel veel leuke dingen ga doen. Vandaag is eigenlijk mijn vrije dag, maar op een vrijdag kan ik natuurlijk niet zo heel veel doen omdat ik mijn eigen blog heb. Dus ik moet gewoon gaan opstaan, want zaterdag ga ik op vakantie. En dan moet ik vooruit werken nu, want ik moet heel veel artikelen alvast in gaan plannen die dagen dat ik er niet ben. Nu kan ik gewoon tussendoor eventjes wat voor deze week schrijven. Maar ja, ik wil in ieder geval wel vooruit werken en dat moet ik gewoon verdelen over deze hele week om artikelen in te plannen voor volgende week. Gezien, ik ben nog steeds best wel moe om 6 uur 's ochtends. Mijn vriend is al naar zijn werk gegaan. En ja, het is nu voor mij ook tijd om uit het weer te komen. Ik heb eventjes bekeken hoe ik het ga inplannen voor volgende week. En dan heb ik voor deze week alles opgeschreven wat ik nog moet doen. Maar ik moet alleen nog eventjes voor vrijdag inplannen wat ik nog kan doen vrijdag. Want zaterdag ga ik dus op vakantie. Dus in ieder geval deze week moet ik dit allemaal doen. En dan heb ik tussendoor ook nog dus afspraken zoals vandaag. Dus het is heel moeilijk om dat allemaal tussendoor en het in te plannen. Maar ik probeer het gewoon om hier aan dit schema te houden. En anders dan moet ik s'avonds maar wat uurtjes doorwerken. Ik kijk ook nog eventjes naar wat vlogs van Monica Geuze. Ik kijk iedere dag in de ochtend haar vlogs. Ik vind haar vlogs zo leuk. Gewoon, zij doet de meest droge dingen. En dan heeft ze echt van die leuke kamergenoten, weet je wel, die echt vet hilarisch zijn. Dus dit ga ik nu eventjes nog kijken. En dan nog de vlog van Masha. En dan ga ik echt opstaan. Want dan moet ik echt gaan opstaan. Even ontbijten. Ik eet crusty rozijnen. Deze vind ik echt heel erg lekker. En meestal eet ik deze met yoghurt. Maar ik heb nu gewoon ineens zin in melk. Dus ik doe er lekker melk bij. Zo, een beetje melk. Even mijn blog bekijken. Wat er allemaal is bijgekomen qua comments. En reacties die ik misschien nog moet beantwoorden. Dat doe ik meestal ook gewoon 's ochtends. Dan heb ik daar wel de tijd voor. Dus dat ga ik nu even doen. Ik spring even de douche in. En dan ga ik mezelf klaarmaken voor de dag. The before. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik heb mijn haar gedaan. Ik heb eigenlijk alles gedaan behalve mijn outfit. Dus ik ga nu snel nog eventjes een outfit uitkiezen. En dan ga ik naar Stacy. En dan laat ik mijn nageltjes doen. Dus dat ga ik ook allemaal filmen. Zo, dit is wat ik aan heb. Ik heb een vestje aan van Lovies. Deze top is van vorig jaar. En die heb ik van mijn zus gehad. Dus ik heb geen idee waar die van is. En de broek is van de Zara. En die heb ik zelf gescheurd bij de knieën. En ik ga nu nog eventjes een jas hieronder aantrekken. En schoenen aantrekken. Ik heb net dus mijn nagellak eraf gekrapt. En het ziet er nu zo uit. Echt vercrackt. Dus ik ben blij dat ik nu mijn nagels kan laten doen. Want ze zien er echt niet meer uit. Dit is dus mijn eigen nagel. En hier zit dan een soort van gellak overheen. Maar dat heb ik er dus van afgekrapt. De complete outfit. Ik heb mijn leren jasje eronder gedaan. En de schoenen die ik aan heb zijn van Invito. Die heb ik laatst ook op mijn Instagram laten zien. En op mijn blog. Kijk al die herfstblaadjes. Ik heb weer mooie verzorgde nageltjes. Thanks to Stacy. Ik ga nu heel eventjes boodschappen doen. Mijn auto vol tanken. En daarna ga ik naar huis nog eventjes aan mijn blog werken. En dan heb ik weer afspraak in Amsterdam. Om 5:30 moet ik daar zijn. Dus dan moet ik nu echt heel erg snel alles gaan doen wat ik nog moet doen. Ja, let's go. Ik ben weer thuis. Ik heb net eventjes boodschappen gedaan bij de Lidl. Mijn grote vriend. 2 tassen vol die ik nu eerst even moet uitruimen. En daarna ga ik gelijk even wat eten. Want ik ben nu echt gewoon een beetje duizelig van het niet eten. Dus dat ga ik als eerst doen. Mijn maag begint ook te rommelen. Ik heb wraps gemaakt met tonijn, een beetje mayonaise, tomaatjes en spinazie. En een glas water erbij. En een Kinder Bueno. Get in my tummy. Dit is de lekkerste chocolade ever.
Kinder Bueno. Ik zit nu in de auto naar Amsterdam. Ik heb net echt van alles gedaan in huis. Ik moest snel artikelen nog maken en foto's maken. En ik heb nog een video opgenomen voor Fem. Dus ik heb echt van alles gedaan in 2 uur tijd dat ik thuis was. Nu moet ik als de wieden weer naar Amsterdam toe. Want daar heb ik 2 afspraken. Een etentje met Fem. En daarvoor hebben we nog een interview met Be Brave. Dus wellicht dat ik daar kan filmen. Ik weet het niet zeker. Maar ja, ik hoop het wel. Want dan kan ik jullie dat ook laten zien. En ja, ik ga nu gewoon naar Amsterdam toe rijden. Laat deze niet varen, nee. En daarom heb ik jou het liefst dicht bij mij op. En ik hou echt van alles wat je doet. Geloof me, baby, ik vind het goed. Maar oh, 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 jij vindt dat ik overdrijf. Vindt dat ik rustig aan mij op jou zijn. Wat beloof je, ik kan echt wel oe zijn. Daarom laat ik je hart spreken. Je mag je weten. Nou, we hadden net de voorstelling van Be Brave. Ik ben vergeten te filmen voordat ik hier was. Maar we gaan zo meteen een interview met hun doen. En ik zal nog eventjes een foto met ze maken. Dan kunnen jullie dat ook zien op Instagram. En Charlotte is nu aan het voeden. Met de poeder van Manon. Nee, hij is niet te donker. Hij is niet te donker, grappig. Interview met de boys. The boys. Be Brave. Kijk, dit is de steadycam. Ja, de vorige keer is het altijd met zo'n Be Brave. Ze waren heel erg goed. Kijk maar, dan gaan ze op de foto. Moet ik een vierkant maken of wat? We lopen nu naar een eetentje samen met Fem. Daar zie je Masha, Daan en Jami in de verte. En hier naast mij loopt de geweldige Charlotte met haar onwijs knakende fietsje. Lekker. Maar we zijn bezig met een bio, Amerikaans product. Lekker. Nee, we zijn onderweg nu naar de auto. Charlotte fietst, zoals je wel kunt zien. En dan ga ik weer lekker naar huis. Het was heel gezellig, hè Charlotte? Ja, super. Lekker gegeten, lekker Italiaans. Oh yeah. We love the Italian. En ja, het is gewoon een hele gezellige, geslaagde avond. En ik zie je straks wel weer als ik thuis ben. Ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig met de meiden van Fem, met Social, met de boys van Be Brave. En ja, we hebben gewoon een hele gezellige avond gehad samen. En ik ga mijn dag hierbij afsluiten. Natuurlijk duimpjes omhoog als jullie meer vlogs willen zien van mijn vrije dagen. Dus dagen uit mijn leven. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg! Van dit jaar. Dus mocht je benieuwd zijn naar de nieuwe items die Lush sinds kort heeft toegevoegd aan hun assortiment, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Ik ga beginnen met de Halloween collectie van dit jaar. En daarbij begin ik gelijk met het meest mooie item uit deze collectie. En dat is deze Wizard.